Hoeveel personenautogevoel wil je in een bestelbus? Is dat veel? Kijk dan beslist eens naar de Transit Custom. Die reageert, stuurt en voelt als een sportieve hatchback. Ford levert de Transit in drie formaten. Je hebt de Transit Connect, dat is de kleinste. De Transit Custom, dat is deze. En de grote Transit. De Transit Custom is een van de best verkochte modellen. Hij is recentelijk vernieuwd. Dat betekent ook dat er nieuwe dieselmotoren leverbaar zijn. Ze hebben allemaal een inhoud van 2 liter. Maar je kunt kiezen uit 105, 130 of 170 pk. Dit is de 130 pk versie. En deze heeft een mild hybrid ondersteuning. Dat is een elektrische aandrijving. Maar daarbij fungeert de dynamo als elektromotor. En die krijgt zijn energie dan van een 48 volt batterij. Die zit midden onder de laadvloer. Wat doet die dynamo? Op het moment dat je wegrijdt, dan geeft hij een beetje assistentie. En bij het optrekken doet hij dat ook. Dat merk je terug in het brandstofverbruik. Dat pakt dan wat lager uit. Wij kwamen op een gemiddelde van 1 op 14,5. Misschien dat het lukt om 1 op 15 te halen, maar dat is wel het maximale. Maar die mild hybrid ondersteuning, die aandrijving, die doet nog wat meer. Die helpt ook bij het start-stop systeem. Als je stopt, dan gaat de motor uit. Bijvoorbeeld voor een verkeerslicht. Rij je dan weer weg, dan zorgt die dynamo ervoor dat de dieselmotor start, maar ook gelijk voor aandrijving. Dus je hebt geen aarzeling. Hij pakt direct weer op. Mild hybrid in dit geval betekent ook dat die dynamo helpt als je uitrolt. Op het moment dat je uitrolt zorgt hij voor wat extra energie om de batterij weer bij te laden. Maar start-stop systeem wordt ook actief onder de 20 km per uur. Dat betekent dat de dieselmotor wordt uitgezet als je nog rolt. Gaat het verkeerslicht dan weer op groen en sta je nog niet stil, dan zorgt die ondersteuning van die dynamo ervoor dat hij direct weer gaat aandrijven. Dus er is geen schokmomentje. Het is heel natuurlijk. Het is alsof je meteen weer gas geeft, terwijl de motor wel uit is geweest. De Transit Custom, deze, dit is een enkele cabine. Dit is een trenduitvoering. Volgens Ford de meest verkochte. Je hebt eigenlijk minimale uitrusting, maar dat valt allemaal nog wel mee, want er zit best wel veel op en aan. Het enige is, ja, wieldoppen. Maar als je natuurlijk bedrijfsmatig een bus gebruikt, dan wil je ook niet meteen licht metaal, want dat is natuurlijk gevoelig voor schade. Het is wel mooi. Wat je hebt is standaard 1 schuifdeur. De andere kant kan ook, maar dat is een optie. De laadruimte is met 4 ledlampen verlicht. En dat geeft een zee aan licht. In dit geval zie je zelfs al bij daglicht. Wat ook leuk is bij de Transit Custom, dat is het bedienen van die schuifdeuren. Of eigenlijk het dichtslaan. Normaal moet je daar een flinke zwaai aan geven. Hier volstaat gewoon op grendelen. En paf, hij valt in slot. Achter hebben we 2 deuren. Heel gebruikelijk natuurlijk bij bestelbussen. Zo staan ze open. Hier zit de vergrendeling. Die klikt erin, klikt eruit. En je kunt hem zo zetten. En dan gaat hij tot 180 graden open. Tweede deur, hetzelfde principe. En sluiten. Geen zorgen over die hendel, want hij gaat er keurig op zijn plek. Klaar. Als we kijken naar de ruimte, de werkruimte, de cabine, dan hebben we 3 zetels. Eentje voor de bestuurder en 2 voor bijrijders. Zoals bij veel bestelbussen heb je legio vakjes en opbergruimte. Neem alleen het portier. Je hebt hier eigenlijk 2 vakken. Je hebt hier een vak. Hier kan een
fles van 2 liter inhoud in. En hier beneden heb je nog een vak. Daar kun je echt wel best wat kwijt. Ook hier hebben we nog een fleshouder. Hier kun je koffiebeker in kwijt. Hetzelfde geldt ook voor de andere kant. Wat we nog meer hebben, dat zijn de vakken hier boven in het dashboard. 1, 2, 3 en nog een kleintje. Je hebt hier een USB-aansluiting, die is nieuw overigens. En 12 volt voor accessoires. Er zit ook aan deze kant een aansluiting voor 12 volt. Hier zit nog een vakje. Hier heb je nog een vakje, oftewel een bekerhouder. En achter of tussen de bank en de bestuurdersstoel zit ook een stopcontact met 220 volt. Dan kun je een laptop aansluiten en dan tot 150 watt vermogen levert die. Dus dat is gewoon genoeg. Wil ik je nog wat laten zien? Lopen we even mee naar de andere kant. Want het is echt een bus waar wel over na is gedacht. Dat is bijvoorbeeld de rugleuning van de middenzetel. Kun je omklappen en dan heb je een werktafeltje. Weer met 2 bekerhouders. Pakje voor de pennen en hier kun je een laptop onder kwijt. Hieronder zit die 48 volt batterij. Maar je kan er ook nog wat kwijt. Maar dan moet je dus niet de mild hybrid versie nemen. Want dan is deze ruimte helemaal vrij voor bijvoorbeeld een coolbox. In dit geval is er niet heel veel ruimte over. Hoe rijdt hij? Ik zei het in het begin al, als je veel personenautogevoel wil hebben, dan moet je kiezen voor een Transit Custom. Hij stuurt ongelooflijk direct. De gasreactie is ook erg alert. Buitengewoon alert voor een bus en ook voor een diesel. Hij heeft standaard trailer sway assist. Hangt er dus een aanhanger achter en begint hij te slingeren, dan zorgt het stabiliteitssysteem van de auto ervoor dat het slingeren wordt onderdrukt. Het zijn allemaal van die kleine praktische details waardoor het rijden met deze bus plezierig is, kan zijn. Ja, en verder, uiterlijk is het natuurlijk altijd heel persoonlijk. Het is een Ford, dat zie je duidelijk. Maar deze verlichting, die unit, is een beetje een juweeltje. Dat bepaalt heel sterk het gezicht, karakter van de Transit Custom. Hij krijgt er een beetje stoere snoet van. Samen met die donkere grill. Wil je een complete test lezen en de uitgebreide rijervaring? Kijk dan op autorij.nl en vergeet niet die abonneerknop in te drukken.